Ja, nee, we zitten Joost Smeets, fractievoorzitter van Maastricht nu. Van nu, hè? Van nu. Van nu, hè, is het. Van nu, ja, Maastricht van nu. Ja, Jo, het dierenwelzijn in Maastricht is een ramp. Ja. Laten we hier eerlijk zien, even voor alle duidelijkheid. Hè. Ik ben een tijd terug ben ik gestopt als ambassadeur van de dierenambulance, omdat ik politiek natuurlijk niks meer kon zeggen. Hè. Ik ben een eenmansfractie en ik vind het belangrijker dat de dierkist zijn goed verzorgd worden in Maastricht. Als dat ik dan maar ambassadeur van hun ben, dus daar ben ik met gestopt. Omdat ik gewoon steeds meer merkte tot het dierenwelzijn echt in het geding kwam. Voor de schermen, achter de schermen, heb ik ook met de wethouderij al meerdere gesprekken over gehad. Ja, het is gewoon een ramp. Ja, want de dierenbescherming, er waren aanbestedingen. Maar waren aanbestedingen nu echt nuttig om in dat kleine Maastricht, terwijl er al een dierenambulance was in Maastricht, of is? Ja, weet je, dat is dan gisteren weer gekeken. Ik ben ambassadeur geweest van de dierenambulance Limburg-Zuid, dus Maastricht. Dus ik vind niet dat ik daar meteen een antwoord op moet geven. Het enige wat ik heel erg vind, is dat het dierenwelzijn, wat er ook gebeurt op nummer 1, zijn, of dat nu bij de dierenambulance Limburg-Zuid is of bij de dierenbescherming, dat betekent in mij dat dieren in nood altijd meteen geholpen kunnen worden. Wat mij betreft, maar wat ook wat professionals betreft, moet dat met een responstijd zien van 30 minuten. En een responstijd, even voor de duidelijkheid, want toch gaat het mis in Maastricht. Responstijd is het moment van bellen tot het moment van aankomst in Maastricht van de dierenambulance. Nu heet dus de wethouder in de in de aanbesteding heeft gezegd, nee, dat wordt 44 minuten. Maar had het ook nog een andere betekenis bij responstijd? Want hem zei dan in een keer, ja, maar hallo, dat kan de responstijd, kan ze op verschillende manieren uitleggen. Hem leek hem uit als de tijd van het bellen, dus ik zeg maar gaat 10 minuten, want dat is dus geloof ik gemiddeld tot ze aan de telefoon zitten, plus de tijd van het rijden van de ambulance, dus op het moment dat ik zeg, ambulance moest nu gaan rijden, die tijd bij elkaar opgeteld, dat is de responstijd. Maar in tussentijd, wat heel erg essentieel is, die gebruik hem niet. Maar dat huurt wel bij een responstijd. Dus het komt heel vaak voor, en dat zie je nu ook, tot er gewoon biesten, ordinair gezegd, liggen te kraperen in Maastricht, omdat gewoon 2-3 uur geen dierenambulance komt. En dat vind ik heel erg triest. En of die dierenambulance de dierenbescherming moet zien, of dierenambulance Limburg-Zuid, interesseert mij geen fuck. Het moet gewoon goed geregeld zien voor die biesjes in Maastricht. En dat is er op dit moment niet. Ja, dat is boos, hè, zo te huren. Hè. Ja, gaat je vragen stellen, of een motie, of gaat je een debat aanvragen met de wethouder? Nou ja, weet je wat dat is? Voor hebben we een korte begroting natuurlijk. Hè. Daar kunnen we hetzelfde gewoon doen als wat de rest van de partijen deed. En dan ben ik nummer 6 met mijn partij. Ja. Daar gaan we natuurlijk wel gaat zeggen over het dierenwelzijn. Ik ga dan wel aankondigen dat weer een interpellatiedebat met de wethouder Makkeswelle. Wat is dat? Een interpellatiedebat is gewoon een debat 1-op-1. Dan moet ik wel een meerderheid van de raad voor krijgen. Dat is ook niet een, ja, dat moet ze niet te lichtzinnig zien, want dat is echt wel een ding. Boes als raadslid, ja, eigenlijk best wel met seks van jong. Het gaat niet heel erg goed, tenminste. Dat wordt het heel vaak voor gebruik. Krijg ik dat interpellatiedebat niet, want ik moet de helft van de raad metkrijgen. Dan kan ik nog altijd een extra raadsvergadering aanvragen. Lees hem of rechts hem, die biesjes moeten geholpen worden. En ik wil eerlijke antwoorden hebben. In het verleden zijn er al genoeg partijen geweest wat vragen hebben gesteld over dierenwelzijn. En naar mijn gevoel, maar dat mag hem dan ook leggen naar iedereen toe, zien die niet naar waarheid beantwoord. Ja, wat ga ik als kikker zeggen, Jo? Ja, leuk is. Mocht hier straks, en laten we hopen dat het niet te vaak gebeurt, je hebt mijn biesjes hebben en biesjes in nood, bel vooral 14043 de gemeente Maastricht, want die zien als eerste aanspreekpunt. Dierenambulance Limburg-Zuid en dierenambulance de dierenbescherming zien twee verschillende instanties. Houd dat goed. In Maastricht is het dierenambulance dierenbescherming wat er moet doen in Born. Dus dat zien de lui wat je hier nodig hebt voor biesjes in nood. Oh, ik weet wat los is in mijn